Op sommige plekken in de gemeente Kampen zat op Oudejaarsdag de stemming er al vroeg in. Begon men in Kampen al vroeg in de nacht met het melkbusschieten. In Wilsum begon men officieel om 12 uur 's middags met de festiviteiten. Wouter van de Vriendengroep, mag ik het zo zeggen, in Wilsum, die jaarlijks dit organiseert? Ja, zeker, dat mag. Jullie doen het altijd met een speciaal tintje, met een speciaal sausje. Vertel eens even. Wij werken samen met de politie en met de gemeente Kampen natuurlijk. En met Dorpsbelang in Wilsum. En dan proberen we eigenlijk zo groot mogelijk feest van te maken. Met de vrienden en met de rest van het dorp. Het is nu nog vrij rustig. Wanneer gaat het feest echt los? Dat is meestal in de loop van de middag. Het stroomt een beetje door. Het is vaak ook wat doorloop. En de mensen komen een biertje drinken en snet eten. En meestal rond 2:30 of zo, dan blijft het volk echt een beetje plakken, laat maar zeggen. Volgens mij hebben die zaakjes wel goed voor elkaar hier. Een lekker tentje, lekker pilsje erbij. De wijkagent die met de handen in de zak staat, die hoeft niks te doen. Alles goed geregeld, toch? Ja, zeker. Dat vind ik ook. Ook in IJsselmuiden kunnen ze er wat van. Daar kwam aan de Bliksterstraat het feest pas laat in de middag op gang, terwijl de jeugd in de Erfgenamenstraat ook vroeg in de morgen en middag al helemaal uit zijn dak ging. In Grafhorst was het allemaal wat netter en strakker georganiseerd. Daar konden de liefhebbers op een afgesloten evenemententerrein, onder het genot van een pilsje en een warme hap, lekker hun gang gaan, zonder dat er al te veel mensen last van hadden. Gerry de Vecht, Dorpsbelang in Grafhorst. Als ik zo rondkijk, dan is er toch wel iets waar je als Dorpsbelang een trots op kan zijn. Ja, zijn we ook. De jongens die zijn er al weken mee bezig. Echt enorme inzet getoond. En dan is dit het resultaat en ik vind het echt top. De tijd die ze erin hebben gestoken, ja, ik ben er echt trots op. Dirk-Jan Meuleman, volgens mij zijn het allemaal vriendengroepen die zo'n oud en nieuw feest organiseren, of niet? Ja, ik denk wel dat klopt. Veelal ook vanuit de keten, denk ik. En gewoon gezamenlijk een leuk feest maken op Oudjaarsdag. Ja. We zijn al op een aantal locaties geweest. We zijn in Wilsum geweest, IJsselmuiden, nu Grafhorst. Het verschilt allemaal. Waar ligt volgens jou dat verschil nou tussen al die dorpskernen? Nou, ik weet niet, dit is ontstaan. 2 jaar geleden hadden we hier natuurlijk de pech dat het hier helemaal uit de hand is gelopen. En toen hebben we vorig jaar echt als Dorpsbelangen en met de jongeren rondgekeken. Waar kunnen we het nu houden? En daar is deze locatie uitgekomen. En vorig jaar liep het eigenlijk ook wel heel goed. Maar nu zetten ze nog weer wat meer de puntjes op de i. En dan is dit het resultaat. Hoe laat zijn jullie vanmorgen begonnen? 9:00 werd ik wakker gemaakt door een kameraad van me. Hoe laat gaat het worden? Tot 12:30 willen we een vuurwerkshow geven hier. En dan om 13:00 is het sluis en dan iedereen zijn eigen plannen. Natuurlijk moesten we ook even een kijkje nemen in Brunnepe. En dan kennen we allemaal de beelden van het massale melkbusschieten op de Noordweg. Dus zijn we even iets doorgereden naar een niet minder bekende locatie, namelijk de Sint-Nicolaasdijk. En om precies en iets duidelijker te zijn, Bedebok. We'll be right back.
Akelei werd natuurlijk ook even met de melkbus geschoten. Daar kregen de jonkies les van de ouderen. Looking through our past time, thinking now, how did we survive?